De beelden van Femke van den Driessen zijn de wereld rondgegaan. Mechanische doping, de eerste renner ooit die betrapt is met een motortje in de fiets. Bijzonder pijnlijk natuurlijk ook voor de fabrikant van die fietsen. Ja, yeah, very, very shocked because we don't expect that an athlete of 19 years old want to push his her performance with doping his bike and with a very sophisticated system. So we want to save some our image. Zij hebben er niets mee te maken, zeggen ze, maar willen nu vooral weten wie wel. Van den Driessen zelf of ook mensen uit haar entourage, om er dan een zaak van te maken voor de rechter. Now we are going to to study the situation and probably we keep continuing with the legal action against the riders and probably to the team. Now we have to see what all the role of this of the people in this situation.